Goedemorgen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn dus nu al buiten, in plaats dat ik nog binnen ben, dat en dat ik deze open. En we zijn dus nu al aan het lopen met de twee doggies. Hij gaat zo filmen, dus ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst. Zo, we zijn nu aan het lopen, ja. Ja, ga maar door, kom maar. We gaan lekker het park in. En die kan trekken, jongens. Die kleine kan trekken. Mooi. En die lady, die loopt zo rustig. Lovely niet. Die heeft zoiets van, hey, ik wil lekker rennen, ik wil los. Kijk dan. Strakke lijn. Ja, maar ik wil rennen. Kijk dan. Ja. Wat je dan kan doen, kijk. Zo, ja, hey! Ja, toen hadden ze weer een speelmaatje gevonden. Ja, en dit is wel een border collie. Kerel! Hi, lady! Hey, kereltje! Hey, meisje! Wat ben jij mooi! Ga je daar kijken? Ga je daar kijken? Nee, toch niet? Kom je weer terug. Nou, de border collie en de husky brodog pitbull bij ook. En hier ook border collie, maar dat moet. Ja. Hey, schatje. Hi, nee, dat is een camera. Dat is vies. Ja, dat is een camera. Die kant op, die kant op. Rot toch op je, rot toch op je, rot toch op je. Hè? Lady, kom eens hier, Cookie. Kom eens hier, Cookie. Lady, kom dan. Lady, Koekje, kom. Ja, Cookie. Oh ja, jij wel, hè? Hey, lovely Koekje. Lovely, kijk eens. Hey, kerel. Oh, het ziet er weer uit, schatje. Lady, Cookie. Hi, kerel. Ja. Yeah. Staat er mooi op, hoor. Kijk eens. Kom dan. Kom dan. Kom hier. Nee, geen zin in. Kiekeboe. Hi, schat. Hi. Hi. Ja, en toen jij. Waar sta jij? Oh, daar ook. Goed zo. Gaan we allemaal achter die boom, serieus? En dan ga ik filmen en dan gaan we allemaal achter de boom. Ja, oké. Okay. Hey, kerel. Echt allemaal achter de boom weer stoeien. Hey, kerel. Nee, geen zin in, zeg maar. Zo, erover. Ze wil gaan plassen. Naar de honden, hoor. Die staat erop, hoor, schat. Ja, die staat erop. Die ken jij niet aan? Een lady en laat het nu ook gewoon toe en dat vind ik fijn. Ja.
Joehoe! Nee, blijf gewoon even lekker in beeld. Zoek het maar uit. Ja, maar achter de bomen staan, dat is leuk, zeg maar. Ja, lief ook, hè? Ja, maar dan hoor je tenminste in waar ze zijn, en vooral in die bosjes. Ik vind het geweldig uitzien. Ja hoor. Gaat ook weer eens uit het ideaal. Nou, deze heb ik dus via de Husky groep, dus ja. En straks heb ik ook een hele mooie jas en er staat achter een hele mooie Husky kop en met de Husky groep erachter. Dit vind ik een centrum. Natuurlijk. Kijk naar de Husky dag. Ja? Gaan we treintje spelen? Een treintje spelen, vent? Nou, zoveel heb ik vandaag niet eigenlijk gevlogd. Ik ga weer eventjes naar de plaatselijke fietsen maken. Want ik was dus eventjes in mijn binnenband en buitenband, want allebei is kapot. Moet ik even zo'n dingetje halen, want de schroefdraad aan de binnenkant is kapot daar. Dus ik kan hem dus nu ook niet vastmaken, want hij gaat gewoon er niet meer omheen. Ja, hij gaat wel omheen, maar hij wil niet meer vastrijden. Dus daar ga ik even naartoe. Dus, ja, en ze zijn lekker aan het eten. Nee, die is aan het slapje doen. En wat neemt ze? Wat groeit ze ook hard, hè? Kijk. Wat groeit ze hard, hè? Nog even, en ik kan het hier alweer naartoe pleuren. Gisteren moest ik het hier al weer pleuren. Ja, nog even, ik kan het hier al doen. Ja, je bent braaf, hè? Ja, ze is braaf. Hey, Nancy. Hey, Drakkie. Hey. Ook even aandacht, hè? Ja, maar ik krijg nooit zoveel aandacht. Maar ik krijg genoeg aandacht, schat. Hé, dat weet je. Ja. Ja, laat ik even nog Speedy zien, en die ligt ook. Nee. Nou, die heeft geen zin in. Nou, ik ga even van tussen en dan zien we mij zo meteen wel weer. En nou, het is een beetje miserig weer, maar oké. Maakt helemaal niet uit. Het is alweer 23 januari 2018, dus het gaat allemaal zo lekker hard. Ja. Dus ik kom straks Roderick ook weer lekker tegen. En ik ben blij als ik mijn eigen cameraatje weer heb. Mensen, dit is zo irritant met je telefoon filmen. Echt. Want je weet totaal, ja, ik moet ook overal opletten. Ook al vlog ik wel, maar ja. Dus, maar dat maakt helemaal niet uit. Geeft niet. Dus ja. Maar ik ben echt blij als ik mijn camera weer heb, want dit schiet echt niet op, want ik wil eigenlijk heel graag naar mezelf kijken, gewoon op mijn beeld. Nee, ik moet naar mijn kleine cameraatje kijken, dus ja, dat is gewoon even irritant. Maar oké, mag de pret niet drukken, dus als ik niet recht in mijn cameraatje kijk, dan kijk ik gewoon eventjes in mijn beeldscherm om te kijken of alles gewoon al goed gaat. Ja. Dus, nou, ik zal eens eventjes daar naartoe lopen. Voor zometeen weer even met Roderick bellen van waar hij is. En dan zal ik eens even kijken of we hem tegenkomen. Ja, toch? Ja. Dus misschien zien jullie hem zometeen weer lekker naast mij lopen. Nou, ik ga even hier al stofzuigen. Want dat ziet er hier verder niet uit. Want dat heb je, hè. En met hondjes. Dus ik heb ook weer iets heel raars vandaag meegemaakt, maar daar kom ik zo meteen van later op terug. Ik ga eerst even stofzuigen en even dweilen en dan check ik jullie zo meteen weer. Nou, meer gedaan met zo'n stukjes. Vandaag, koken met Karin. Even kijken of we het kunnen wisselen. Dat kan nog niet. Nee, dat kan niet. Dan moet je hem eerst even weer op. Hier, hoppen, ja. Energie de tijd. Hoi. Mooi. Kijk. Snitels. Wat is het? Boeren schnitzels volgens mij? Jij hebt het meegenomen. Het zit al in de afvalbak. Dus okay. Moet je kijken. Dan kijken we zo meteen. Het is. Maar aardappeltjes en drie soorten groenten volgens mij.
Kijk, wat dat klopt nog allemaal lekker niks. Ik zie hier van alles staan. Doperwten. Wortelen. En als ik het goed heb. Even kijken. Rode kool met appel. Persoonlijk ben ik zo niet zo dol op rode kool. Maar, zoals altijd, Karen maakt er iets speciaals van. Ik ga het gewoon proberen. Dus. En, even kijken, de snitseltjes worden 1 voor 1 gebakken. Per 2 dan. Er zijn er 5 beschikbaar. Ja, Emma, wat deed jij net dan? Ik gooi ze allemaal lekker tegelijkertijd in de pan. Handig, dan hoef je minder te draaien en te bakken. Het duurt alleen wat langer. Dus, maar het ziet er nu wel lekker uit. Duikt lekker, doe ik. Ga het verder meemaken. Nou, ik heb zalm in water. Nou, daar heb ik weer een beetje water in gedaan, in een pannetje. En dat vinden de diertjes me al te lekker, vooral zij. Ja, en nu? Nu kan je eten. Nee, precies. Nou, daar zijn we weer. We zijn nog steeds in de keuken bezig. Maar we zijn dus gisteren ook even boodschappen wezen doen. Eigenlijk voor mij de grote boodschappen. En vandaag waren we er weer. En daar is even iets opmerkelijks gebeurd. Maar ik ga weer even bezig met eten. En Roderick die gaat het verder vertellen. Is goed, ik ga verder vertellen. Dus bij deze. Boodschappen gedaan. Ik doe een paar boodschapjes gewoon los uit de pols. Karen heeft zo'n mooie handscanner gepakt van de winkel. Kan je de boodschappen scannen, doe je karretje, mandje, weet ik wat. Ik hoef je niet meer af te rekenen. Niet meer op de band leggen bedoel ik, wel afrekenen. Dan komt het moment van steeksproefgewijs wordt er iets gecontroleerd. Dus de man achter de kassa kreeg een of andere melding op zijn scherm van hij heeft te controleren. Dus hij wilde controleren, nou controleren. Hè. Eentje, nou dat is goed, nog een keer terug. Wil het afscannen, nou dan werkt het weer niet. Dus moet hij weer naar eventjes iemand anders vragen, hoe werkt dat nou? Ja, dan gewoon even alles scannen werd er gezegd. Nou, hij scant van alles, maar een bepaalde artikel en spitskool dat wilde niet gescand worden. Het stond wel op het bonnetje en wel op de kassa, maar dat kon niet gescand worden. En nou goed, afrekenen. Karin gaat met Karin vandoor met boodschappen. En dan ben ik aan de beurt om af te rekenen. Op een bepaald moment hoor ik achter mij Karin roepen van Ro, deze kant op. Ja, ik ben nog even aan het afrekenen. Ik kom er zo aan. Nou, oké. Okay. Bleek dus dat er gisteren iets op de beveiligingscamera's te zien was wat niet in de haak was. Blijkbaar. En omdat wij gisteren daar ook geweest waren en een beetje sporadisch nog in de war van ons asielbezoek. Gaat goed. Ging even iets goed, maar onverwacht. Dus wij zijn een beetje door die winkel heen gaan staan en want dit is vergeten dingen, dan moet je weer terug en dan heen en weer rijden. Dus dat werd als verdacht gezien. Dus toen hebben ze de camerabeelden gekeken. En toen bleek dat er opeens een tiental flessen Fanta verdwenen waren uit de winkel. En Karin die mag geen suikerhoudende dranken eigenlijk hebben. Dus dan vind ik het raar dat ze dat bij haar neerleggen. Van ja, jij hebt die 10 flessen Fanta in je trolley gestoken. Maar, Karin kan heel efficiënt inpakken, maar hier heb ik toch mijn twijfels over, want die trolley, die was gevuld met puppypads. En voor het geval je niet weet wat puppypads zijn, neem je gewoon even mee naar de puppypads. Dat zit vandaag zo niet. Puppypads. Zoek. Zoek daar eens wat vinden. Daar is het. Puppypads. Indoor training pet. Dat leg je op de grond. Dan kan Puppy daarop plassen, poepen, etc. En dan hoef je verder eigenlijk niet zoveel op te ruimen.
Want dat pet is redelijk isolerend wat waterdoorlating betreft. En ja, daar had ze dus een tiental van in de aangeschaft bij de Acetion. En wat in de actie aanbieding was. En nog even naar het kruidvat geweest, daar waren de soepen in de aanbieding. 10 sachets in een doosje, 2 doosjes voor 3 euro. Dus 20 sachets voor 3 euro. Dat is toch niet duur. Dus dat zat allemaal in de tas. En dan vraag ik me toch af hoe je dan 10 flessen Fanta er ook nog in die tas kan krijgen. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ik vond het nog wel een vreemde. Er werd gezegd, nou ja, meneer, mevrouw. Hier hebben we de kassabon van gisteren. Mist jullie iets erop? Mist jullie iets? Ik zit te kijken of nou wonderbrokken, kattenbrokken, kattengrit, 6 broden, nog wat van die bakjes zalmtoestand, geloof ik. Zalmfilet, die bakjes. Ja, even zalm, ja, eiersalade, zalmsalade was het voor mij. Ja, lekker. Ja. Nou, goed. Dus dat hadden we netjes aan een karretje gedaan, gescand in die boodschappenpassen gedaan. En ja, verder zie ik niet zoveel bijzonders wat er nog bij zou moeten staan. Ja, 10 flessen Fanta. Fanta? Nou nee, dat is iets wat niet heel erg gebruikelijk op het wensenlijstje staat. Ja, dubbel fris. Dubbel fris, dat is wat anders, maar Fanta, dat is bijzonder... suikerhoudend en koolzuurhoudend, dus dat is niet een hele goede combinatie voor daarin. Kijk, ik hou meer van 7-Up. Laten we daar even duidelijk over zijn, dus Fanta, dat is toch niet van mij. Maar dus Karin werd gezegd van nou, je mag dat bijbetalen. Of we gaan de politie erbij halen en dan kunnen we de camerabeelden gezamenlijk kijken. Ik zeg van nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ik wil die camerabeelden wel zien. Ja, dus, nou oké. Okay. En dan doen we het zonder politie. Dan gaan we die camerabeelden bekijken. Eén voor één. Dus eerst Karin dan ik. Of andersom. En de bedrijfsleider werd erbij gehaald. Om het lang verhaal kort te maken. Karin ziet de beelden. Blijkt dus dat er een of andere rolcontainer voor het beeld stond waar Karin net achter stond. Had ik niet eens in de gaten. Karin, ja, oké. Okay, weet je wel. En... nou, dan kunnen ze niks bewijzen, hard maken of iets anders. Dus, nou, dat klopt allemaal niet. Nou, als dank voor het ongemak werd een bloemetje aangeboden. Wat en wat heel lief is. Dat is overigens heel erg lief. Is een heel mooi boeket. Kun je dat straks in beeld brengen? Of moet dat nu in beeld brengen? Ja, nu meteen even in beeld brengen. Nou, een mooi bos. Heel mooi bos. Mooi bos. Bos. Flinke bos. Hebben we nog steeds? Kijk. Ja. Een beetje meer licht misschien. Ik gewoon in de keuken mee. Stel niet. Dat is ook nee. Kijk. Eén bot. Mooi bloemetje. Kunnen we straks buiten zetten? Dat is niet het goed. Maar ja, dat was een redelijk enerverende ervaring. Dus, maar goed, het is nog goed afgelopen. En een jaar lang worden we nog gecontroleerd? Nou, we zitten lekker op de bank. Maar er is weer wat vandaag gebeurd. Ja. En dat bij de winkel Hoogvliet. Ja. Gisteren waren we dus namelijk een grote boodschap aan het doen. En dat ging allemaal goed en ga zo maar door. Alleen Roderick die had zoiets van, nou, ik ga wel even ergens buiten staan omdat ik een beetje klakloos achter me aan ging. Maar oké, zo gezegd, zo gedaan. Alles ging goed afrekenen. Tot vandaag. Ja. Ik had hem even met hem afgesproken, wat jullie al weten. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En wij gaan dus eventjes weer en weer naar een Hoogvliet. Boodschappen gedaan, zoals gewoonlijk. En wij staan dus weer bij de kassa. En ik had dus zo'n self-scan. Ik ben klaar met afrekenen nadat weer eventjes weer gecontroleerd moest worden. Werd ik dus even apart genomen. Nou, wat bleek, er waren camerabeelden voor mij. Nou, dat ik dus blijkbaar 10 flessen Fanta mee zou hebben genomen en niet hebben betaald. Nee,
namelijk gisteren ook nog met de Action Puppy Pets gekocht. Ja, Puppy Pets. En daar niet één van of twee, nee, en ook niet vijf, nee, dubbel vijf. Dus daar heb ik 10 van gekocht. Ja, kijk, dat is dus deze dingetjes. En die zijn onwijs ideaal, want Lovely die heeft het nou even 's nachts nog, heel moeilijk, om even droog te blijven nadat oud en nieuw is geweest. Geeft niet, helemaal nerig. Maar sinds ik dat dus uit heb gevonden, ideaal. Leg het gewoon op plekken neer waar ik weet waar ze het doet en klaar. Maar verhaal kort te maken, hè, een heel lang verhaal kort te maken, ja. Werd ik dus inderdaad apart genomen en ik heb de camerabeelden gezien, et cetera. En was dus niks aan de hand. Ja, want hun zijn dus ook fout bezig geweest. Want hun waren dus, want hun hadden dus zo'n stellingkar. Maar dat is precies in beeld. En je zag mij dus niet en met een fles Fanta, want fles Fanta is niet wit. Dit is wit. Als ik daar weer naartoe ga, ik neem gewoon zo'n ding mee. Ik laat het zien dat ik zo bekend ben. Ik wel. Ja, misschien en dat ik dat morgen nog ga doen ook. Kijk mensen, dit had ik nou gekocht. En ik laat ook nog het bonnetje zien ook. Want ik moet toch weer morgen naar de Action. En nee, Ro, die gaat mee. Want gisteren heb ik ook trouwens nog een kaas gekocht. Ja, zonder lont. Ja, nee, dat schiet niet op. Nee. Dus ik moet sowieso terug. Dus ja, dus toen heb ik een bloemetje gekregen. Ja. En voor de compensatie, omdat ik wat langer moest wachten. Maar oké. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel Hoogvliet. En ja, op naar een goede klant- en winkelvriendelijkheid. Ja toch? Top.